ik ben nog een zwevende kiezer, ook naar links eventueel, of naar rechts zelfs. Maar mijn vraag was, ik vond het, de woorden die jij vertelde over samenwerking heel erg mooi. Ja. Maar hoe rijmt dat met de vrij polariserende verkiezingscampagne die er plaatsvindt? Ik vind dat polarisatie steeds vaker als een misplaatst woord wordt gebruikt, om heel eerlijk te zijn. Omdat een goede inhoudelijke discussie, daar waar je het inhoudelijk met elkaar eens bent, dat is juist goed. Dat is waar politiek over gaat. En waar de democratie echt nog een keer aan kapot gaat, is dat de motieven van politici voortdurend in twijfel worden getrokken. Of dat het in complotten wordt gezet. Of dat er wordt gezegd, dat er wordt gedaan dat ze voor een grotere macht werken. Dat vind ik polariserend. Dat is wat de democratie uitholt. Dat hoor je ons niet zeggen. Je hoort ons wel zeggen dat ik vind dat de VVD verkeerde keuzes maakt. Omdat zij namelijk een ander beeld hebben van hoe zij naar de samenleving kijken. Waarin eigen verantwoordelijkheid, zoals dat wordt genoemd, dat vinden wij eigenlijk veel belangrijk. Wij zeggen nee, we moeten dingen collectief met elkaar regelen. De nadruk die wij leggen zit op de inhoudelijke verschillen. Ik vind dat Mark Rutte fouten heeft gemaakt als premier. Mij zal je nooit horen zeggen dat Mark Rutte een akelig persoon is. Of niet deugt. Of alles fout heeft gedaan. Dat is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Hij werkt iedere dag keihard. Zoals heel veel, eigenlijk alle politici zoals ik ze ken, dat doen. Er is een categorie politici waar ik wel tegen tekeer ga. En waar je, als je zegt, polariseer je daar, damn right. Omdat dat namelijk politici zijn die proberen dit land uit elkaar te trekken. Die proberen te doen alsof er een groot complot is en mensen wegzetten. En mensen tegen elkaar opzetten. Daar verzet ik me tegen. Als er mensen eigenlijk zeggen dat alles in dit land de schuld is van migranten, damn right dat ik daar keihard tegen inga en dat je dan misschien zegt, nou kan die toon misschien niet iets minder. Nee, die toon gaat echt niet minder zijn. Maar als het gaat over het benoemen van de verschillen, bijvoorbeeld met de VVD, dan is dat voor mij de kern van democratie, de kern van politiek en de kern waar verkiezingen over gaan. Want je kan iets kiezen. En de richting van het land, die staat op het spel. En er is echt, als je de VVD kiest, kies je iets anders dan de PvdA of GroenLinks. En ik wens je gewoon onwijs veel succes met je stemkeuze.